Hallo allemaal, ik ben Eddy, productengineer binnen de groep. Ik werkte mee aan de supermarkt van de toekomst. Het totaalconcept werd vastgelegd door de architect. Nadien kon ik aan de slag met de verdere uitwerking. Dat is een creatieve activiteit die ik overal meenam. In de wagen naar huis, de keuken, in de zetel. Kortom, het bleef in mijn hoofd hangen. Zo kon het dus zijn dat een idee buiten de werkuren ontstond. Onze shop in het huis van de toekomst hebben we eigenlijk op heel korte termijn gerealiseerd. Ter plaatse hebben we soms heel snel beslissingen moeten nemen en is er af en toe geïmproviseerd. Maar uiteindelijk vielen de puzzelstukjes heel mooi in elkaar. Colruyt Group presenteert de komende 6 jaar zijn supermarkt van de toekomst in, jawel, het nieuwe huis van de toekomst in Vilvoorde. Samen met Living Tomorrow stelt de groep zich de vraag hoe retail er in de toekomst zou kunnen uitzien en hoe ze het best op de nieuwe opportuniteiten reageren. Hoe zich dat in de praktijk kan vertalen, zie je dus in het huis van de toekomst. De winkel is veel kleiner dan een doorsnee Colruyt winkel, want de boodschappen zullen meer en meer online besteld worden. De consument zal in de toekomst vooral naar de winkel gaan om inspiratie op te doen. En voor producten die hij graag zelf kiest, zoals groente en fruit. Die blijven altijd in de winkel liggen. Technologie is er op een natuurlijke en gebruiksvriendelijke manier verwerkt. In het midden van de winkel is er een kookeiland met een intelligente kookplaat. Legt de klant er een product op, dan herkent de plaat het en geeft er een aantal recepten mee. Die kan de klant samen met een winkelmedewerker eens uitproberen. De smartphone is niet weg te denken in dit nieuwe concept. Klanten kunnen er een gepersonaliseerd consumentenprofiel op aanmaken met alle informatie over hun kookinteresse, eetgedrag en eventuele allergieën. Op basis van dat profiel krijgen klanten relevante en gepersonaliseerde info, ofwel via hun smartphone, ofwel via de ingebouwde digitale schermpjes in de rayons. Dit is eigenlijk de eerste fase van een traject. We zijn al bezig met de initiatie van een tweede fase. Het is de bedoeling om onze shop op regelmatige basis bij te sturen. Wordt dus zeker nog vervolgd.